Het ministerie van LVV heeft samen met het SAMAP een nieuw trainingsprogramma voor Good Agricultural Practices, GAP, gelanceerd in Wanica. Het programma richt zich op training van meer dan 150 boeren in gewasbeheer, bodemgezondheid, watergebruik en internationale normen. Dit initiatief is onderdeel van een bredere strategie om de kwaliteit van Surinaamse landbouwproducten te verbeteren en marktoegang te vergroten. Naast GAP biedt SAMAP ook trainingen in mechanisatie, agroforestry en bedrijfsbeheer om de landbouwsector te versterken. De ministeries van OW en LVV werken samen met de commissariaten aan de uitvoering van het pilotproject Planting 1 Million Trees in 5 Years, dat enkele maanden geleden is gestart. Het project beoogde verfraaiing van stad en district en werd recent voortgezet in Leidingen en donderdag in Boulevard Groningen-Saramacca. Naast verfraaiing stimuleert het ook het planten van meer bomen en bevordering van het binnenlands toerisme met Groningen als trekpleister. Symbolisch werd een Vajalubi-plant overhandigd aan districtsecretaris Elwin Vreedzaam. De 15e september is uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Democratie met aandacht voor de bescherming van vrijheden en rechten. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres wijst op wereldwijd toenemende polarisatie en wantrouwen. In Suriname groeit het wantrouwen in democratie en verkiezingen. Het project Jij en Onze Democratie van Projecta, ondersteund door de Canada Fund for Local Initiatives, bevordert kennis en vertrouwen in democratie door middel van wedstrijden, trainingen en bewustwordingsactiviteiten.